Goedemiddag. In Amerika is een spionageballon gespot die waarschijnlijk door China is ingezet. De zaak veroorzaakt veel ophef. In Antwerpen heeft een drugsbende een onschuldige man ontvoerd en een tijd lang vastgehouden. En de folie aan de vuurtoren in Oostende, die het licht moet weghouden van luxe flats, moet worden verwijderd. Welkom. Een mysterieuze luchtballon zweeft op dit moment hoog boven de VS en dat zorgt voor beroering. Het was een ooggetuige die woensdag boven de Amerikaanse staat Montana de ballon voor het eerst opmerkte. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten gaat het om een Chinese spionageballon. China onderzoekt de zaak en roept intussen op om kalm te blijven. More now on developing news that has broken just within rush hour. A suspected Chinese surveillance balloon hovering over the U.S. right now, last reported over Montana. Take a look at that map. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigt kort na de eerste nieuwsberichten dat het al dagenlang een ballon in de gaten houdt die waarschijnlijk een spionageopdracht uitvoert. Een ooggetuige in Montana was een van de eerste die iets vreemd in de lucht opmerkte. For those of you who might think this thing is the moon, there's the thing. And whoa, there's the moon. It's not the moon. I was looking out the window like I normally do, and I just happened to spot it out of the corner of my eye. And at first I thought it was a star, but I thought that was kind of crazy because it was broad daylight. And when I looked at it, it was just too big to be a star. Het Amerikaanse leger dacht er even aan om de spionageballon uit de lucht te schieten, maar was bang voor mogelijke schade door de neervallende brokstukken. The balloon is currently traveling at an altitude well above commercial air traffic and does not present a military or physical threat to people on the ground. China spioneerde eerder al met dergelijke ballonnen, maar de vraag is of ze met deze ballon meer kunnen zien dan met een spionagesatelliet. It may be loitering longer in certain places to surveil areas where the Chinese believe there are US military installations, and by loitering longer they can get a higher resolution imagery. China ontkent ondertussen alle betrokkenheid. 中国是负责任的国家，一贯严格遵守国际法。 De timing is ongelukkig, want Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken gaat de komende dagen op bezoek naar China. President Biden is op de hoogte, maar reageert voorlopig niet. Mr. President, have you been briefed on the balloon? The balloon in Montana? Ja, dat China nu betrapt is met deze spionageballon is geen verrassing. Ook de VS zou ze gebruiken. Dat komt omdat ze goedkoper zijn dan spionagesatellieten. Dat zegt Leen Vervaken, correspondent in China. Het is wel duidelijk dat zowel aan Amerikaanse als Chinese zijde recent weer geïnvesteerd wordt in dergelijke ballonnen die eerder doen denken aan de Koude Oorlog. Dat zou voor een stuk te maken hebben met die toenemende spanningen, waardoor er weer meer behoefte is aan informatie. Ballonnen zijn duidelijk ook goedkoper dan satellieten, zouden op bepaalde plaatsen kunnen komen waar misschien geen dekking is van satellieten, maar zouden ook langer in een gebied kunnen blijven en daardoor meer informatie of langduriger informatie kunnen bekomen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev vindt vandaag een ontmoeting plaats tussen president Zelensky en een grote Europese delegatie. Het gaat om commissievoorzitter Ursula von der Leyen, 15 eurocommissarissen en ook de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Oekraïne wil graag zo snel mogelijk lid worden van de Europese Unie. En Michel liet eerder vandaag al weten via Twitter die toetreding te steunen. Maar of dat ook snel zal gebeuren, is weinig waarschijnlijk. Je denkt van, amai, wat verdorie, deze komt wel heel dichtbij eigenlijk. Stel je voor dat er toch een ontploffing of met kogelschoten of iets dat is geweest. Maar ja, wat kan ik hier tegen doen? Moet ik hiervoor gaan verhuizen? Ja, consternatie bij buurtbewoners van een woning aan de Boomse Steenweg in Wilrijk. Ze zijn nog maar net bekomen van de verijdelde aanslag gisterochtend op een gebouw. En intussen is nu aan het licht gekomen dat 2 weken geleden aan datzelfde gebouw
Per vergissing een onschuldige man is ontvoerd en is ook een tijd lang vastgehouden. Mogelijk hebben de incidenten weer een link met het drugsmilieu. Het parket wil alleen bevestigen dat er een onderzoek loopt naar ontvoering. Gisteren heb ik er wel heel een dag echt heel zwaar mee in mijn maag gezeten. Ik dacht van, amai, deze is nu wel echt heel dichtbij. Annick woont vlakbij het gebouw waar gisteren nog een aanslag werd verijdeld. Op camerabeelden is te zien hoe een man een spandoek met een dreigement uitrolt. Hij en zijn compaan kunnen meteen worden gevat. Iets voor vijf zag een cameramedewerker van de politie verdacht gedrag aan een woning op de Boomse Steenweg. Er werden meteen verschillende patrouilles aangestuurd die een Nederlandse man van 25 ter plaatse konden arresteren. Dat er camerabewaking aan het gebouw staat en dat de politie het hier extra in de gaten houdt, blijkt geen toeval. Want op dit adres woont een verdachte in een drugszaak. Enkele weken geleden wilden drugscriminelen vermoedelijk die man ontvoeren, maar ze namen per vergissing de bovenbuur mee. Ze hebben die klem gereden en die is met behoorlijk wat geweld in een bestelwagen geduwd. Dus heel filmisch eigenlijk, een filmscène. Mensen hebben dat ook gezien. Blijkbaar heeft de buurvrouw daarnaast, die heeft de politie gebeld. Want hij heeft dat s'nachts gezien, dat er dus een man met geweld eigenlijk in dat wit kamionetje gesleurd is. En die heeft mij dat dan achteraf wel verteld, ja. Ook onze redactie was op de hoogte van het verhaal, maar moest wachten tot de ontvoerde man in veiligheid kon gebracht worden. De bovenbuur werd uiteindelijk vrijgelaten, maar eerst werd hij nog zwaar aangepakt. Op een stoel vastgebonden, daar zijn beelden van gemaakt. En die zijn ook naar een dame gestuurd die eveneens doelwit was van die bende. Dus dat was een soort koppel dat werkzaam was bij bedrijven die in de haven actief waren. Het koppel wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de smokkel van een partij cocaïne. Opmerkelijk, ze verschenen gisteren nog voor de raadkamer. De ontvoerde man zou intussen ondergedoken leven. En nog in Antwerpen is een opmerkelijk assiseproces van start gegaan. Seriemoordenaar Stéphane Dullion staat er terecht voor de moord op 4 vrouwen die hij in de jaren 90 om het leven bracht. 26 jaar bleven ze onopgelost, tot de man, een ruitenwasser, veroordeeld werd voor een mislukte diefstal en zijn DNA een match opleverde. De man riskeert nu levenslang. Stéphane Dullion, nu 58 jaar, liep meer dan een kwart eeuw rond met een gruwelijk geheim. Goedemorgen, meneer Dullion. Hoe kon het dat deze ruitenwasser na de moord op 4 vrouwen jarenlang een schijnbaar normaal leven leidde? Het is een van de vele vragen op dit proces. De cliënt is bloednerveus voor dit proces. Respectievelijk 30, 29, 28 en 25 jaren nadat hij die 4 gruwelijke daden gepleegd heeft, zullen de families aan wie hij zoveel leed en zoveel jaren van onzeker verdriet heeft veroorzaakt, hem recht in de ogen kunnen kijken. Het eerste slachtoffer van Dullion was Ariane Mazijn uit Antwerpen. Ze werd op 17 juni 1992 gewurgd en doodgestoken. Haar toenmalige vriend werd verhoord als verdachte, maar dat leverde niets op. Jarenlang leefde haar familie in onzekerheid over wie de moordenaar was. Die mensen hebben natuurlijk heel lang in twijfel geleefd. Die familie is er ook helemaal verscheurd door geraakt op een gegeven ogenblik, omdat de ene iemand anders verdacht, de ander dan weer niet. Dus heeft eigenlijk die mensen 28 jaar in een soort hel ondergedompeld en ze zijn blij dat vandaag het proces start. De doorbraak in de oude moordzaak komt er door DNA-onderzoek. Na een veroordeling van Dullion voor een poging tot diefstal, komt zijn DNA in de databank terecht en dat matcht met oude sporen. DNA kan niet liegen, dat is altijd resultaat. Dus dat is een zeer goed middel om daders te pakken en om daders doen te bekennen. Dullion zal uiteindelijk 4 moorden bekennen op deze vrouwen, gepleegd tussen 92 en 97 in het Antwerpse. Cold cases waarvan niemand dacht dat ze ooit zouden worden opgehelderd. Ja, dat is ook zo. En voor de familie die ik vertegenwoordig van mevrouw Van der Reek is het nog eigenlijk heel pijnlijk of dubbel pijnlijk, omdat door een administratieve vergissing een aantal jaar geleden het volledige opsporingsdossier vernietigd is geworden. En dat wil dus zeggen dat we vandaag eigenlijk bijna volledig afhankelijk zijn van de verklaringen van de beschuldigde, van meneer Dullion, die deze feiten bekend heeft, maar waar eigenlijk het gericht in de archieven nergens nog iets over teruggevonden heeft. Het DNA van de man zorgde dus voor de oplossing hier. En binnenkort kunnen speurders bij een gerechtelijk onderzoek ook gebruik maken van erfelijk materiaal van familieleden van verdachten.
De federale ministerraad heeft daarvoor een voorstel goedgekeurd van minister van Justitie van Quickenborne. Tot nu toe kon het gerecht alleen maar nagaan of er een rechtstreekse erfelijke overeenkomst is met een verdachte en een gevonden DNA-spoor. Nu is ook een doorbraak mogelijk bij een gedeeltelijke overeenkomst met het erfelijk materiaal van een familielid. Als de verdachte onbekend is, maar in de databank die we bijhouden, als daar DNA zit, bijvoorbeeld van de moeder, de vader, de broer of de zus, dan kan er nu voortaan een match zijn. En dan kunnen we natuurlijk sneller de verdachte opsporen. Spanningen dan binnen de Vlaamse regering. Voor het eerst zat de kern van de regering samen over het stikstofdossier. Dat draait om nieuwe regels die de uitstoot van stikstof bij de landbouw en de industrie naar beneden moeten halen. Omdat het schadelijk is voor de natuur. Ja, wie daar alles over weet, dat is Anne van Rentergem. Jij volgt het dossier ook. Dat zorgt voor heel wat discussie, dat is duidelijk. Leg nog eens uit, Anne, wat zijn juist de pijnpunten daar? Wel, de discussie draait vooral om hoeveel impact er zal zijn voor de verschillende landbouwbedrijven. En twee ministers staan lijnrecht tegenover elkaar. Minister van Omgeving Zoël Demir van N-VA en minister van Landbouw Jo Broens van CD&V. Nu, waar gaat het precies over? Door die stikstofregels moeten landbouwbedrijven maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. En sommigen moeten zelfs de deuren dicht doen. Tegen 2025 moeten 41 liever landbouwbedrijven sluiten. Omwille van die reden. De zogenoemde rode bedrijven zijn dat. Maar er zijn problemen opgedoken. Sommige bedrijven hebben gezegd, wij wisten eigenlijk nooit dat we moesten sluiten. Andere bedrijven hebben dan weer gezegd, we hebben intussen investeringen gedaan en we zijn verbeterd, onze situatie. Misschien moet men daar rekening mee houden. En omwille van die discussie is er nu een nieuw voorstel van minister Demir. Maar minister Broens is het helemaal niet eens met dat voorstel, om verschillende redenen. Maar onder meer zegt hij, het aantal bedrijven dat dicht zal moeten, zal eigenlijk vermeerderen met dit voorstel. En dat kan absoluut niet van CD&V. Dus het zit vast, de situatie. Ze zijn er niet uitgeraakt vandaag. En dat zullen de landbouwers niet graag horen, want zij vragen al heel lang om zekerheid. Ja, het zit vast, dit dossier. Nu, het is niet het enige dossier waar er discussie over is, Anne. Er is ook veel gedoe rond die knip in die groene stroomcertificaten. Ja, klopt. Dat zijn eigenlijk subsidies die je geeft, zeg maar, voor mensen die veel zonnepanelen hebben. Nu, die groene stroomcertificaten, de Vlaamse regering wou die eigenlijk afnemen van grote bedrijven. Dat was althans het idee, maar nu lijkt er toch wel veel vragen te zijn bij dat idee. Er zijn, misschien eerst en vooral nog even dit zeggen, want waarom moeten wij er nu eigenlijk wakker van liggen, van dat verhaal? Wel, eigenlijk worden die subsidies betaald met geld van u en ik, zeg maar, namelijk via onze energiefactuur. Het was eigenlijk omwille van de stijgende energieprijzen dat opnieuw minister Demir had beslist dat men die subsidies wou afnemen om de facturen dus eigenlijk te verlichten. Maar er zijn nieuwe berekeningen, nieuwe cijfers waaruit zou kunnen blijken dat niet alleen grote bedrijven getroffen zijn, maar ook kleinere bedrijven. En opvallend, coalitiepartner Open VLD heeft daarom straf uitgehaald naar het idee van morgen. We kunnen even kijken naar minister Somers. Opvalt is dat de groep waarover het gaat steeds breder wordt en veel minder omlijnd is. Hè, waardoor ook gewone bedrijven, landbouwbedrijven, coöperatieven in beeld komen. Maar ook dat er heel moeilijk is om een onderscheid te maken tussen bedrijven enerzijds en dan gewone mensen met zonnepanelen. Dus het is een dossier dat op dit moment voor mij heel... Heel onduidelijk is, veel onzekerheid en ook juridisch wankel. Dus ik denk dat we daar nog heel veel toch wel moeten over praten intern. Ja, dat was minister Somers. Wat betekent dit nu, Anne? Is dat idee dan helemaal van de baan? Niet helemaal. Er zal nog wel verder onderzocht worden. Maar het idee van minister Demir dat dit vandaag goedgekeurd zou worden, dat zal wellicht niet gebeuren. Ze had nogthans heel positief gecommuniceerd de voorbije dagen daarover. Maar goedkeuring volgt wellicht nog niet. Dus kortom, er is hier heel veel gediscussieerd, hevig gediscussieerd achter de gevel achter mij. Maar grote knopen zijn er nog niet doorgehakt. Oké. Dankjewel, Anne, voor je uitleg. De vuurtoren staat er al veel langer dan die gebouwen. En niet iedereen staat boven de wet, dus iedereen moet de wet respecteren. En ik vind dat die folie eraf moet, dat dat een goede zaak terug is.
folie eraf of niet, ja, de saga rond de Lange Nelle in Oostende blijft duren. Nauwelijks enkele dagen na de installatie van afschermfolie om een hinderlijke lichtstraal op nieuwbouwappartementen te blokkeren, moet die folie er weer afgehaald worden. Minister van Erfgoed Matthias Diependalen heeft dat beslist. Na de installatie hadden duizenden Oostendenaars een petitie ondertekend en dat protest wordt dus nu gevolgd. Zo staat de Lange Nelle er al enkele dagen bij. Een stuk van het glas van de beschermde vuurtoren is afgeplakt om de felle lichtstralen niet op de hoge nieuwbouwappartementen vlakbij te laten vallen. De folie kwam er na een akkoord tussen twee diensten van de Vlaamse overheid, de afdeling Kust en het agentschap Erfgoed. Maar nu grijpt de minister van Erfgoed in. Verwacht van mijn administratie dat ze mee constructief gaan zoeken naar oplossingen. Maar in dit geval, en dit was ook maar een proefopstelling, we gingen controleren of dit haalbaar was. Maar de reacties hebben zeer duidelijk aangegeven dat het zeer gevoelig ligt bij de Oostendenaar. En inderdaad, dan vraag ik aan mijn agentschap om die beslissing terug te draaien. Een petitie op het internet kreeg al meer dan 10.000 handtekeningen tegen de intussen beroemdste afplakfolie van het land. De folie moet er nu weer af. Een goede zaak, vindt u? Ja, zeker, zeker, zeker weten. Ik vind... Je hebt hier gebouwd of je woont hier, moet je rekening houden met de oude tradities. Niet altijd veranderen. Burgemeester Tommelijn vond de folie eerst een redelijke oplossing voor alle partijen, net omdat ook de Vlaamse overheid erachter stond. Maar ook hij moet nu zijn mening herzien. Ik heb vastgesteld dat men geprobeerd heeft om een oplossing te zoeken, maar dat die oplossing door de publieke opinie en door de Oostendenaars ja, niet werd aanvaard. En we zijn democraten, als de Oostendenaar heel luid roept van nee, we zijn het daar niet mee eens, dan denk ik dat het verstandig is om effectief ermee te stoppen en deze procedure niet te laten doorgaan. De projectontwikkelaars die nog hoge torens plannen op deze plek, moeten dus op zoek naar andere oplossingen. Nu blijkt dat je aan de Lange Nelle zelf moeilijk kan raken. Het is niet dat zomaar iemand mag beslissen voor de Orenijsfolie aan te hangen. En echt kortzichtig eigenlijk. En pech voor die mensen die er wonen op 19e of zo. Dus die gaan gewoon een andere oplossing zoeken. Hè. Binnenkort komt dit alvast terug. Het licht van de Lange Nelle niet gehinderd door folie. Ja, van onze ploeg in Oostende horen we net dat er techniekers zijn aangekomen die de bewuste folie zullen verwijderen. Dat gebeurt dus dadelijk. Ja, en we blijven bij de Noordzee, want vanaf volgende maand zal er voor het eerst CO2, een broeikasgas, uitgestoten door een Belgische fabriek, worden opgeslagen in de bodem onder de Noordzee. Het is een eerste test met de bedoeling het op grote schaal te doen. Concreet gaat het om CO2 van de INEOS-fabriek in Zwijndrecht. De opslagplaats is een leeg olieveld voor de kust van Denemarken. En Stijn Verkruijsen die ging daar kijken. In deze vestiging van INEOS in Zwijndrecht worden chemische producten gemaakt van fossiel gas. En daarbij komt het broeikasgas CO2 vrij. Maar al 12 jaar lang vangen ze die CO2 hier op. Die CO2 wordt vervolgens verwijderd uit het reactiemengsel. Daarna wordt die opgezuiverd, vloeibaar gemaakt en opgeslaan. En vanuit deze site kan dan de CO2, de vloeibare CO2, vertrekken om verkocht te worden in de markt. Aan drankenproducenten bijvoorbeeld om prik te geven aan uw frisdrank. Maar nu wordt een deel van die vloeibare CO2 in gascontainers op een schip gezet dat naar een boorplatform in de Noordzee voor Denemarken vaart. Daar zal de CO2 in een leeg olieveld geïnjecteerd worden, in een zandsteenlaag 1800 meter onder de zeebodem. As we do not produce the oil or inject the water, it goes through this one way with the water. And the other way with what we call the multiphase, part of oil, water and gas. But in the future, we will inject the CO2 through these as well. In the same way we are operating now, just with CO2 instead, going down to the underground. Waar ze hier nu nog olie omhoog pompen, maar niet voor lang meer, gaan ze heel binnenkort CO2 injecteren onder de zeebodem. De vraag is of dat veilig is. En dat zal nauwlettend in de gaten gehouden worden in deze controlekamer. The reason we're doing this is to again prove that we can deliver this and it's safe and we can actually do this in practical. We've done many lab tests, but the most important is to prove it also practically works. Over and above that, the plan is of course to commercialize this. And our intention is that if this pilot is successful, our aim is to deliver the first commercial project by the end of 2025.
Dan willen Ineos en partners de CO2 opslaan tegen betaling tot 8 miljoen ton per jaar tegen 2030, of zo'n 7% van de totale Belgische uitstoot. Als de testen slagen, kan dit een deel van de klimaatoplossing worden. In Recklinghausen, in het Ruhrgebied in Duitsland, heeft een goederentrein gisteravond twee kinderen aangereden. Een jongen van 10 is daarbij om het leven gekomen. De andere jongen van 9 is geopereerd en niet meer in levensgevaar. Een tijd was er sprake dat de trein mogelijk nog andere kinderen had aangereden, maar na uren zoeken met warmtecamera's sloot de politie dat uit. Wat de jongens in de buurt van de spoorlijn deden, dat is nog niet duidelijk. Een walvis die afgelopen weekend dood is aangespoeld voor de kust van het Hawaïaanse eiland Kauai is waarschijnlijk gestorven door de grote hoeveelheid plastic in zijn maag. Die bevatte verschillende soorten visnetten, een vislijn en ook ander plastic materiaal. En ze blokkeerden zo de toegang tot de maag van het dier. En voor de kust van Australië hebben drie vissers zich kunnen redden door zich vast te klampen aan een koelbox. Ze waren in zee terechtgekomen toen hun boot kapseisde. En na 3 uur konden de reddingsdiensten hen ongedeerd uit het water halen. Straks heb ik nog een première voor u, de nieuwe zaalshow van Philippe Geubels, waarin hij uitvoerig vertelt over een bad nemen. Ja, dat belooft Katrien, maar eerst het sportnieuws en we gaan het hebben over de nieuwe bondscoach in het voetbal. Ja, over Domenico Tedesco, Hanne. Het is nog altijd wachten op de officiële voorstelling van de nieuwe bondscoach, maar het wordt Domenico Tedesco. Hij zal Roberto Martinez opvolgen. Hij is 37, een Duitse Italiaan en hij staat bekend als een laptoptrainer. Hij werkt veel met data. Wij zochten iemand op die nauw met hem heeft samengewerkt bij Schalke 04. Jan-Pieter Martens, de ex-teammanager van Schalke. Want we willen weten, wie is Domenico Tedesco? Hij is heel duidelijk, hij is zeer pragmatisch in zijn beslissingen. Hij heeft een zeer goede communicatie, had hij altijd een zeer goede analyse ook. Superlatieve van voormalig teammanager Jan-Pieter Martens voor Domenico Tedesco. 5 jaar geleden werkten ze 1,5 jaar samen bij Schalke 04. Hij kwam als een nobody eigenlijk naar ons toe en heeft daar op korte tijd eigenlijk de vlammende pan gekregen. En dat is ook een eigen dynamiek gaan creëren, waardoor we een zeer goed seizoen uiteindelijk tweede geworden zijn. Een nieuwe dynamiek is ook wat de Rode Duivels nodig hebben. Eind maart al beginnen de kwalificatiematchen voor het EK van 2024. Alles gaat zeer pragmatisch zijn. Hij gaat een plan hebben, hij gaat een zeer duidelijk plan hebben. We gaan in Zweden aan de aftrap staan met een uitgekiend plan. Iedereen gaat ook zeer duidelijk gecommuniceerd hebben wat er verlangd wordt. Maar welk dat plan gaat zijn, ik denk dat hij daar wel flexibel in is. En dat gaat een beetje afhangen van de spelers die dan ter beschikking zijn. Volgens Martens gaat Tedesco in tegenstelling tot Martinez niet vasthouden aan de gevestigde waarden en kansen geven aan jongeren. Toch zijn er ook struikelblokken zoals communicatie. Engels kan hij wel, maar Nederlands-Frans kan hij niet. De communicatie is wel een centraal punt in zijn visie altijd. En dat gaat heel belangrijk zijn dat we die communicatie snel op punt krijgen. Met 37 jaar is Tedesco ook amper ouder dan mannen als Alderweireld, Vertonghen en Witsel. Het is een beetje ongewoonlijk om een zo jonge bondscoach te hebben. Ik denk dat het in het begin een beetje gaat aftasten en een beetje zoeken zijn. Maar ik verheug mij op een bondscoach Tedesco en ik denk dat dat wel goed komt. In de beker van België heeft KV Mechelen een optie op de finale genomen. Het won bij Zulte Waregem de heenwedstrijd met 1-2. Zulte Waregem neemt wel een blitstart. Al na 1,5 minuut is het 1-0. Fadera zorgt voor de heel vroege voorsprong. KV Mechelen herstelt het evenwicht op het veld en op het scorebord. Nicolas Storm maakt gelijk. Een mooi doelpunt. Hij is de man van de match. Want Storm bereidt ook de winning goal voor. Mrabti legt de eindstand vast. Over een maand volgt de terugmatch. KV Mechelen kan zich dan, net als 4 jaar geleden, plaatsen voor de finale. De beker is voor ons wel heel belangrijk. Dat hebben we van in het begin gezegd. Ook de voorbije wedstrijden, dat is een heel ander gegeven. Dat is knokken om opnieuw naar die heizel te gaan. Dat is het mooiste wat we al hebben meegemaakt in Mechelen. En dat willen we graag dit jaar opnieuw meemaken.
Straks is er alweer competitievoetbal. De 24e speeldag begint met een duel tussen Oostende en Anderlecht. Die twee ploegen hebben dringend punten nodig. Oostende vecht tegen de degradatie. Anderlecht jaagt op play-off 2, maar staat pas op de 11e plaats. Over de lastige situatie bij Anderlecht gingen we praten met de nieuwe CEO Sports, de Deen Jesper Fredberg. Hij vertelt over de voorbije transferperiode, zijn eerste bij Paarswit, en over zijn doelen en motivatie. When you look out in the horizon, I see the goal where we want to be, and I can imagine that, and that feeling where the success is, where we can celebrate with our fans and we can build that up. That's the engine. That's the gasoline for me to continue in it. So I haven't regretted one second of it. But I'm more tired right now than I was a month ago. De Deen Jesper Fredberg is een voetbalfilosoof en je zou ook voor minder. Sinds zijn aanstelling eind vorig jaar als CEO van het sportieve gedeelte binnen Anderlecht heeft hij alleen maar turbulente tijden gekend, zowel sportief als extra sportief. I almost bite my tongue if I have to say patience, because when you know this history and what they've been going through for the last 5 years, then I can understand this. What the fuck is he talking about, this guy? We've heard that song 5 years in a row. Why should anything change in that? And my only reply to that can be that, but guys, please evaluate us on what we're doing. Please ask us the questions. But I can promise you that we're taking the right step now. Meer uitgaande dan inkomende transfers. De voorbije wintermercato eindigde op een anticlimax voor Anderlecht. Want naast de nieuwe trainer zijn de aanvallers Anders Dreyer en Islam Slimani de enige nieuwkomers op de loonlijst. Volgens de CEO is dat vooral om volgend seizoen sterker te kunnen uitpakken. But we're not trying to just go out and buy X and Y and Z player, and then we think everything is because that's not how it works. And we've seen that so many times now. It's not working. We really want to be in a position in the summer where we can go out and be aggressive. And right now, with the transfer that we made out, with the things that we brought in, we have put ourselves in a position where I can go out in the summer or already now in the spring and headhunt the players that I want, headhunt the players that fits our profile 100%. Tot zover het voetbal. De Paralympic Sport Awards zijn uitgereikt in Brussel. Dat zijn de trofeeën voor de beste Belgische prestaties van het afgelopen jaar in de Paralympische sporten. De belangrijkste prijzen gingen naar het paracycling. Bij de mannen is Tim Seelen de laureaat. Hij behaalde in 2022 twee wereldtitels en was ook de eindwinnaar in de wereldbeker. Bij de vrouwen was de trofee ook een bekroning voor twee wereldtitels. Daar was de award voor de tandem Griet Hoet en Anneleen Monsieur. Hoet en Monsieur zetten een punt achter hun carrière en nemen hiermee dus in schoonheid afscheid. In Hogerheide in Nederland zijn vanmiddag de wereldkampioenschappen veldrijden van start gegaan. De individuele wedstrijden zijn voor morgen en overmorgen. Vandaag was er al de mixed relay of gemengde aflossing. Per land rijden 6 atleten. 2 juniors, een man en een vrouw. 2 beloften, een man en een vrouw. En ook een mannelijke en vrouwelijke prof. Voor België waren dat Marion Norbert-Ribeirol en slotrijder Laurens Zweek. Elke renner rijdt 1 ronde. En gastland Nederland heeft gewonnen. België werd 3e en greep dus de bronzen medaille. En straks hebben wij een interview met de topfavoriet voor zondag bij de mannen, Wout van Aert. Het verslag brengen we in het journaal van 7 uur. Ja, belooft een absoluut veldrijweekend te worden. Dankjewel, Katrien. Als die kakken, tijdens het kakken blijven die gewoon recht in hun ogen zien. Echt met zo'n kop van ja, sorry hè. Sorry ja. Ik weet het, ik ben ook niet fier op deze situatie. Ja. En het ergste is, je weet ook wie dat deze gaat moeten opkussen, hè, Filip? Ja. Ja, het is een druk voorjaar voor stand-up comedian Filip Geubels. Want naast tv-opnames stoort hij ook met een nieuwe zaalshow. Geubels gaat in bad. En die gaat over heel alledaagse dingen, zoals een koffiezetapparaat, de hond uitlaten, maar dus ook over een bad nemen. Voor Geubels de ideale manier om rust te vinden. Ik weet niet of dat hier veel mensen Netflix hebben, hè? Maar als je dus 3 uur naar Netflix hebt aan het zien,
dan stopt dat ineens en dan vraagt hij je, ben je nog aan het kijken? Dan je denkt, Netflix, doe jij de films en de series, we zullen wij de gesprekken doen, hè? In een badjas en met pantoffels aan verschijnt hij op het podium. Het voelt duidelijk als thuiskomen voor Philippe Goebbels. Na 2 jaar gaat hij weer op tour met een nieuwe show. Het is een ongelooflijk gevoel om een zaal aan het lachen te krijgen. En zeker als dat dan zo'n rollende lach is die je zo even kan blijven duren. En ja, dat is iets dat mij ongelooflijk veel plezier doet. 90% van de voorstelling noemt Goebbels zelf flauwekul. Wat durft hij nu ook vaker heel even serieus te zijn? Vroeger was ik verschrikkelijk bang als er 1 minuut of 2 minuten niet gelachen werd. Waarin ik daar nu wel iets meer rust in heb gevonden en kan voelen van oké, je kunt ook wel eens iets serieus zeggen als het op iets slaagt. Ja. Hij is ook gewoon de man dat ooit in de Colruyt gewerkt heeft en dat hij de dingen pakt zoals ze zijn. En daar op een heel grappige manier, fijne manier mee omgaat. Zijn droge humor, zijn gevatheid en ook de manier waarop hij de dingen aanhaalt. Centraal op het podium en ook de rode draad doorheen de show, een bad. Nou, sinds corona dat iedereen thuis werkt, is er wel veel veranderd. Ik belde met die van de watermaatschappij. Ik zeg, ja, ik kan niet op de meter gaan kijken, want ik zit in bad. En die mens antwoordt, dat is niks, ik kan ook. Ik kan gemakkelijk wel 1,5 uur, 2 uur in bad liggen, als het moet. Hè. Ga je ook effectief in bad? Dan moeten de mensen komen kijken, dat kan ik niet verklappen. Dat is de spanning. Oeh. We begonnen dit journaal met de spionageballon die boven de VS is gespot. Amerikaanse inlichtingendiensten gaan ervan uit dat het om een Chinese spionageballon gaat. China onderzoekt de zaak en roept intussen op om ook kalm te blijven. Zo, bedankt voor het kijken. Heel graag. Tot vanavond. And at first I thought it was a star, but I thought that was kind of crazy because it was broad daylight. And when I looked at it, it was just too big to be a star. It may be loitering longer in certain places to surveil areas where the Chinese believe there are U.S. military installations. 关于这个气球的问题，刚刚我已经讲了，我们正在了解核实情况，希望双方能够共同冷静、谨慎处理。